De Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven zal in de komende periode verder groeien. Zo verzekert Timothy Mendoza, directeur van de NV Luchthavenbeheer, aan onze nieuwsdienst. Het streven is om in 2033 minimaal 1 miljoen passagiers af te handelen. Mendoza zegt dat het bedrijf als ook de overheid in de afgelopen maanden meerdere zaken heeft gerealiseerd die tot dit succes moet leiden. Met name de Open Sky Policy van de overheid. De overheid heeft een heel richting een Open Skies Policy. Dat wil zeggen dat ze met zoveel als mogelijk landen bilaterale overeenkomsten willen sluiten. Dat zijn dus de overeenkomsten die het mogelijk maakt voor airlines om tussen verschillende landen te kunnen vliegen. Dus er wordt een groot scala en breed scala van dat soort eigenlijk beleidsmatige besluiten worden genomen. Beleidsmatige deuren worden opengedaan voor airlines. En daarna hebben dan de airlines de mogelijkheid om naar Suriname te vliegen. In sommige gevallen loopt het omgekeerd. Dat de airline wil vliegen, daar gaan we kijken naar, maar die overeenkomst is er nog niet. Dus het is een hele goede stap dat de overheid zet in deze. En daarnaast doen wij als luchthaven, kijken we meer commerciëler naar. Wij kijken naar hoe kunnen wij de airlines benaderen om naar Suriname te komen. En hoe kunnen we de huidige airlines stimuleren om meer bestemmingen aan te doen. Dus dat is de strategie die wij uitzetten. En wat wij hebben, waar we ons vorig jaar aan hebben gecommitteerd en waarin we nog veel meer energie moeten gaan stoppen in de komende 10 tot 10 jaar, is dat wij veel beter samen moeten werken met de toerismeorganisaties om Suriname internationaal te promoten. Mendoza weet dat de luchthaven in haar huidige situatie niet al te veel passagiers kan afhandelen. Hij is daarom blij met de financieringsovereenkomst ten behoeve van de uitbreiding van de luchthaven die de regering met China sloot. De ondertekening van de president, of de ondertekening die de president heeft gedaan van het Airport Expansion Project met de Chinese overheid, dat gaat ons in staat stellen om een nieuwe faciliteit te bouwen. Of een nieuw gebouw met aankomst en vertrek en nog een heleboel faciliteiten erbij waarin we wel die miljoen passagiers kunnen faciliteren. Dus het is een stappenplan waar we mee bezig zijn en als je met je stappenplan bezig bent en als dat succes lukt niet, dan is het een beetje jammer. Maar zoals vandaag zich uit, is dat er inderdaad groei is en dat de stappen wat we ondernemen, dat de juiste richting is om precies deze groei die we nu zien te kunnen faciliteren. NV Luchthavenbeheer, directeur Timothy Mendoza. Hij is ervan overtuigd dat het bedrijf in de komende periode gestaag zal groeien.